kijkt naar de wereld om je heen, daar veranderen nu heel veel dingen. Iedere dag zijn er nieuwe ontwikkelingen. En achter heel veel van die ontwikkelingen zit iets van techniek en IT-technologie. Er zijn eigenlijk geen sectoren meer te bedenken waar IT niet een hele belangrijke rol speelt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een ziekenhuis, een belangrijke operatie is ondenkbaar zonder IT. En je ziet het op allerlei manieren in de samenleving terugkomen. Als je nu kijkt naar het onderwijs, is het in feite zo dat de mensen worden opgeleid met de technieken vanuit het verleden voor banen die morgen niet meer bestaan. Dus die afstand moet korter worden. We houden ons hier bezig met het implementeren, met het toepassen van nieuwe technologieën. Voor onze klanten en ook voor belangrijke vraagstukken in de samenleving. Wij proberen de afstand tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs op drie manieren te verkleinen, te overbruggen. We vragen vaak scholieren en studenten om bij ons te komen om te laten zien hier hoe een baan bij IBM eruit ziet. Wat doe je hier als je hier werkt? Daarnaast zijn er ook heel veel mensen bij ons die het leuk vinden om naar universiteiten en scholen te gaan. Om daar te vertellen wat IT kan doen voor de samenleving en hoe een carrière daaruit ziet. En je ziet natuurlijk ook heel veel IBM'ers die zelf een initiatief ontplooien, zeg maar, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Zoals de World Smart Watch. Enige tijd geleden ben ik World Smart College begonnen omdat ik zag dat er een groot tekort was aan ICT-talent en een grote groep werkzoekenden. Toen ben ik na gaan denken, kunnen we deze groepen niet bij elkaar brengen? Dus ik ben gaan praten met de overheid, want het was van belang dat juist bedrijven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar gebracht moesten worden. Het programma is bedoeld voor werkzoekenden vanuit Nederland, maar ook voor migranten die de taal nog niet vaardig zijn. En dat zorgt ervoor dat mensen weer kunnen participeren in de maatschappij. Binnen IBM geven we meerdere workshops. Deze workshops zijn bedoeld voor kinderen of eigenlijk beginnende middelbare scholieren om hun keuze te kunnen laten maken voor een beroepskeuze. Deze workshops zijn gericht op dit vlak, op programmeren. In de zomer pakken we het wat breder op. Dan willen wij hun het idee geven om wat voor verschillende kanten van techniek zijn er eigenlijk allemaal. En het belangrijkste is dat ze na die week het idee hebben van wat kan ik eigenlijk allemaal binnen techniek en wat voor organisaties passen daarbij en hoe pas ik daar zelf in. En dat het niet alleen voor mannen is, maar zeker ook voor vrouwen. Met deze workshop laten we niet alleen de kant programmeren zien, maar laten we zien dat IT kan helpen bij het oplossen van maatschappelijk relevante vraagstukken. We zien de toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet, want er zijn heel veel leuke projecten die de kloof tussen de arbeidsmarkt en de carrière proberen te overbruggen.